Ziyech rot op. Wordt er nu ook gezongen, maar daar zijn dus heel veel Ajax supporters het ook weer niet mee eens. Zo houdt Ziyech dus de gemoederen nogal bezig. Goed, Veldman. Schöne. Huntelaar, Schöne met de buitenkant van de schoen. En de eerste redding van Oenerstal. En er komt een strafschop voor Ajax. Heel snel dus al een penalty. Voor de ploeg van Ten Hag. En de supporters laten ook maar meteen weten wie die penalty moet nemen. Dat moet Hakim Ziyech gaan doen. Niet Ziyech gaat achter de bal staan. Vervelend voor VVV. Post is behoorlijk aangeslagen. Schöne tegenover Oenerstal. En Oenerstal pakt hem in de rebound nog bijna Huntelaar. Maar zo laat Schöne een grote kans liggen. Niet al te best ingeschoten. Maar natuurlijk ook wel weer uitstekend gepakt door die voortreffelijke keeper van VVV. Lars Oenerstal. En is Roel Jansen zijn vervanger. Opmerkelijke uitspraak voor de wedstrijd van Overmars. Die zei: laat het nieuwe seizoen maar vast beginnen. Zo zat het in zijn achterhoofd. Maar Ajax moet er gewoon eerst nog maar even zorgen dat het tweede wordt. Veldman, overtreding, Söntjens. Behoorlijke beuk uitgedeeld. Op de rechterknie. En waar Danny Post niet verder kon aan de kant van VVV, lijkt het nu toch wel ernstig voor de aanvoerder van Ajax, Joël Veldman. Dat kan er ook nog wel bij. In wat voor Ajax toch al een verschrikkelijke week is. Bemoedigend klopje van Ten Hag voor zijn aanvoerder. Leroy Labie. Söntjens gezocht. Kluivert moet zelfs verdedigen. Söntjens. En daar is de openingstreffer voor VVV. Via Ralf Söntjens. Uitgerekend de man die Veldman uit de wedstrijd schopte. Zet hier VVV op voorsprong. Goeie paas van Labie. Hoe is het mogelijk dat Kluivert daar uitgerekend de man is die bal weg moet koppen? En vervolgens een geweldige uithaal van Söntjens. Nu een kans wellicht voor Weber. Hij laat het aan Van de Beek. En hier gaat hij erin. Is het dan David Neres die het doelpunt maakt? Of zit er nog een speler van VVV tussen? Hoe dan ook, Ajax heeft een heel snel antwoord op de goal van Söntjens. Neres, overstapje. Christensen is goed bedacht door Neres. 2-1. En zijn tweede. En zo scoort hij in, wat is het? 3 minuutjes. 2 keer voor Ajax. En gaat Ajax van 1-0 achter naar 2-1 voor. Goed, Söntjens. Labie, het ligt hier helemaal open, maar het is buitenspel, denk ik. Oh nee, Van Krooy mag door van de assistent scheidsrechter. En dan heeft hij de 2-2 op zijn schoen. Maar maakt hij het niet af, Vito Van Krooy. Blijft VVV met heel veel mensen verdedigen. En loert het op dat ene kansje. Zo'n kansje als Van Krooy kreeg. Dit is een mooie voorzet van Schöne. En dan moet hij er natuurlijk in via Weber. Wat een kans kreeg Maximilian Weber. Ziyech. Neres. Ja, loop maar door. Neres, Huntelaar, nu dan toch. Nu dan toch. 3-1 voor Ajax. En dus eindelijk weer een doelpunt in Amsterdam voor Klaas-Jan Huntelaar. Nu dus weer naast de Neres, ook op 13 doelpunten. De uitfluiters van Ziyech zijn steeds kleiner in aantal. Meer en meer gejuich. Hier is de knal van Neres op de paal. Dit was de knal van Neres. Ziyech versnelt en Ziyech scoort via de binnenkant van de paal. Is het 4-1. 9e doelpunt van het seizoen voor Hakim Ziyech. De hele avond eigenlijk al niet onder de indruk. Schöne kan meters maken. Ziyech. Wil nog wel een keer. Dolberg zou ook kunnen. Oh,
Dat gaat echt maar centimeters voorlangs. En uiteindelijk is de overwinning de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Ajax. Dik verdiend tegen de nummer 12 in de Eredivisie, tegen VVV.